We hebben dus de invloed van de technologie in de agrofood, zeker in de machinebouw voor de agrofood, heel sterk zien binnenkomen. We zien mechatronica dat een enorme impact heeft gehad op onze sector, waardoor de bediening van de apparatuur, die weliswaar nog zeer sterk lijkt op wat we in het verleden hadden, maar zeer veel intelligenter is geworden, zeer veel dichter bij de mens is gekomen. En we staan wellicht voor een nog veel grotere sprong in onze industrie, omdat we verwachten dat in de naaste toekomst de apparatuur competenties zal moeten hebben om productie te doen die veel meer op de individuele behoeften is toegesneden. Ketensamenwerking ligt in onze optiek eigenlijk aan de basis van waarom we er überhaupt zijn. De kennis die wij hebben, die komt niet alleen maar uit onszelf. Die komt omdat bijvoorbeeld op de kippenindustrie hier in Boksmeer een aantal mensen op informele basis elkaar ontmoeten die met 4-5 man rond tafel de hele keten in de greep hadden. Dat moet nu komen vanuit samenwerking van vele bedrijven die elk met hun eigen competentie heel ver gegaan zijn en nu elkaar moeten vinden om de grote vraagstukken in onze sector op te lossen. De grootste uitdaging voor Nederland is vooral haar positie op de agrofoodsector en high-tech niet kwijtraken, maar vooral naar de buitenwereld te laten zien dat wij het land zijn met de kennis. Dat wij weten hoe we totaaloplossingen moeten aandragen en dat wij, want we maken met elkaar op deze hele kleine postzegel een hele grote productie, dat wij met elkaar kunnen leren aan de rest van de wereld hoe je op een, laten we zeggen, een omgevingsvriendelijke wijze een hele grote productie in stand moet houden. Dat is in mijn ogen een van onze grootste exportproducten op elk vak wat we hebben in de agrofood, dus niet alleen waar wij dan in zitten, vlees, vis, gevogelte, maar ook in de aardappels, in de groenten en in het fruit. Agrofood en Technology Week is voor mij een van de fundamenten waar je juist deze onderlinge schakelen kunt bouwen en zorgen dat je met elkaar in gesprek blijft en wellicht de gedachtevorming over deze conferentie en in deze conferentie verder kunt ontwikkelen, zodat we met elkaar een sterker product op de markt zetten.